Gemaal Colijn bij Ketelhaven is een van de 7 gemalen van het waterschap Zuiderzeeland in Flevoland. De gemalen zijn het symbool voor onze polders, want zonder hun hadden we natte voeten. Als wij niet zouden malen, dan zou je binnen een paar weken toch redelijk veel water hier in de polder hebben. En zeker als het er ook nog bij gaat regenen. Dus gemalen zijn voor Flevoland van levensbelang. Maar om even in beeld te brengen wat jullie als waterschap allemaal doen. Stel, jullie nemen een week vakantie. Iedereen is weg, de kantoren zijn dicht, gemalen worden niet bediend. Wat loopt er dan allemaal in de soep in Flevoland? Ja, als het rustig winterweer is zoals nu, dan zie je langzaam de waterpeilen omhoog komen. Omdat we altijd kwel hebben, grondwater wat omhoog komt. Als er een flinke regenbui komt, dan zullen ook de vaart en de tocht op enig moment hun water niet meer kwijt kunnen. En dan krijgen we water op straat. Als we ons afvalwater niet meer zuiveren, dan raken de riolen vol. Als de riolen vol raken, dan komt er heel vies water op straat. Ja, dat geeft natuurlijk infectiegevaar. Als er daar overheen nog een flinke noord westen komt en we houden de dijken niet in de gaten. Nou ja, goed, wat moet ik nog meer zeggen? Om het waterschap te besturen heeft het een eigen bestuur en parlement, waarvoor op 20 maart verkiezingen zijn. Maar waarom kan dat bestuur niet worden ondergebracht bij de gemeente of de provincie? Dat is goedkoper, zou je denken. Nou, deze vraag hoor ik steeds minder, want de Nederlanders begrijpen steeds beter dat waterschappen essentieel zijn voor het waterbeheer in Nederland. En we doen het eigenlijk wel heel erg goed. Voor relatief weinig geld onderhouden wij het hele watersysteem perfect. Dus ik durf wel te zeggen dat wij heel veel waar geven voor de euro die de belastingbetaler betaalt. Dus als waterschappen mogen we onze eigen belasting heffen. En als je belasting heft, heb je een parlement, zoals u noemt, nodig. Ja. En dus verkiezingen. Door de klimaatverandering en extreme weer wordt het werk van het waterschap steeds belangrijker. Het waterschap heeft er heel veel mee te maken met klimaatverandering, want wij merken de effecten van klimaatverandering bijna als eerste in Nederland. We zullen onze dijken extra moeten versterken. We zullen moeten zorgen dat we veel meer water kunnen verwerken en we moeten er ook op rekenen dat we periodes met grotere droogte zullen krijgen. Dus de extremen worden extremer, dus de druk op ons watersysteem wordt ook steeds groter. 2018 was wel een beetje exemplarisch daarvoor. Hele hete en droge zomer, maar ook flinke buien. Ja, dat is precies de uitdaging waar we voor komen te staan. Je zult zien dat extremen zich ook steeds meer gaan afwisselen. En juist in die omslag zitten natuurlijk ook heel veel spannende zaken voor het waterbeheer. En als we kijken naar de afgelopen droogte, ja, dan was dat wel een soort stresstest voor waterbeheer in Nederland. En ik denk dat we die op dit moment glansrijk doorstaan. Maar als dit de nieuwe normaal wordt, dan zullen we toch wel wat meer uit de kast moeten trekken. Dat vraagt dat het waterschap, gemeenten, maar ook burgers anders kijken naar wateroverlast. In de Munten in Dronten hebben goede afspraken met de gemeente geleid tot veel ruimte voor waterberging. Maar hoe staat het met de tuinen? Als u naar deze tuin kijkt, is dit een goede voor waterberging? Ja, ik vind dit een prachtige tuin. Het is helemaal groen. Er zitten weinig stenen in, dus hier kan heel veel water opgevangen worden. Dus dat is prachtig. Ja. Zijn er te veel tuinen die te veel versteend zijn? Is dat het probleem van 2019? Er zijn in de stad heel veel tuinen die veel steen hebben. Ja, en daar heb je het probleem dat als er veel water valt, dat het niet weg kan. Eindje verderop. En deze oprit en voortuin lijkt wel een beetje heel erg stenig, hè? Dat kan je wel zeggen. Ja, hier ligt heel veel steen. Ja, en dan zijn er eigenlijk twee oplossingen. Of je kiest voor een steen die wat meer waterdoorlatend is. Of dat er opvangbakken onder kunnen komen. Of je probeert toch met grind wat te doen. Of meer groen erin. Maar ik kan natuurlijk ook wel begrijpen dat je ergens je auto kwijt wil. En als kiezer dan? Ik heb straks wat te kiezen. Maar waar zit dan het onderscheid in wat de ene partij wel of niet voor het klimaat wil doen? Nou, er zijn verschillende thema's als je kijkt naar klimaatverandering. Als je kijkt naar waar wil je investeren. Wil je bijvoorbeeld samen met de gemeente aan de slag in de stad? Of wil je in combinatie ook met de aanpak van bodemdaling, wil je meer investeren in het landelijk gebied? Of wil je een combinatie? Dat zijn wel keuzes die te maken zijn. Zo is klimaatverandering dus een thema tijdens de waterschapsverkiezingen. Net als waterkwaliteit en waterveiligheid. Maar over één ding zijn alle partijen het eens. Niemand in Flevoland wil natte voeten.